De wijn die we vandaag op de proeftafel hebben staan is een hele mooie Cremant afkomstig uit de Elzas, gemaakt door het wijnhuis François Bléger. En zij bevinden zich met hun wijngaarden in het dorp Saint-Hippolyte. Zoals je ziet heeft dit een hele mooie kurksluiting. Het is methode traditioneel. Dus dat betekent dat de wijn op dezelfde manier gemaakt is als champagne. Tweede gisting op fles. En deze mousserende wijn is gemaakt van 100% Pinot Noir. De wijn is heel licht roze van kleur. Dat komt door het schilcontact. Dus de kleur van een druif dat bevindt zich altijd in de schil. En dus door het langere contact tussen de schil en het sap krijg je dus een beetje kleuroverdracht in de wijn. En dat bepaalt dus deze mooie fonkeling qua kleur in de wijn. Het is methode traditioneel wat ik zei. Dus, ja, dit is een hele mooie frisse, droge, maar ook vooral fruitige mousserende wijn. Ja, heel breed inzetbaar als aperitief, maar ook bij een heel mooi dessert, vers fruit, kun je dit heel goed presenteren.